Ace Studio De Rijswijk kijkt u naar In Gesprek met Shahid Waghid Hoessein. Dames en heren, u heeft onze gasten al gehoord. Ik wil ze allemaal nog één keer aan u voorstellen. Mayran Siouthal, Ronaldo Rehmet, Dinesh Malhou, Satish Bindraben, Chris Malhou en de heer Hans Jagbanden. We zullen nu de vloer opengooien voor deze heren, want gezellige anekdotes, leuke anekdotes. Ik zou graag het ene... Ja, Dinesh, aan jou het woord. Ja, ik denk dat de bedoeling is dat we nu gewoon gezellig met elkaar even gaan babbelen. Wat leuke dingen gaan vertellen over Shahid. En er zal wel heel veel te vertellen zijn over hem. Wat iedereen zijn ervaring. Dus zal ik even beginnen met Chris Malhou. Chris, wil jij wat even over met ons even delen? Wat zal de wereld niet weet? Ik zal even aftrappen, ja. Oké. De kans is er ook. We hebben een keertje opgetreden met Indian Diamonds in Mariscaal. Dat is me bijgebleven. Het was heel gezellig, een warm biggie party. Inam pe inam girel, na inam girel. Het was een hele verdopt goede avond. Dus dan. Toen het afgelopen was, toen vroegen we tegen Hans, nou de heet, een paar jongens van de band, van Hans, zou het doen aan de inam? Hans, we gaan wat leuks doen daarmee. Hij zei van, we buy one to cross, die boys, die staat hier een beetje andere look aan de one dat hij. Nou, dacht, oh, nou ja, klinkt goed hè. Maar na jaren van 5 jaar verstrijk, Ulochi Dijk, maar ook nog voor Gitatori, 10 jaar. Maar mijn actie zei het wel lazy. Ik heb hem gevraagd, hij zei, John, in de Mohamlonke Milala was meer dan 1000 gulden, gulden tijd, hè. Money bij Biggie toch. En ik zei, oh, in de Mohamlonke, oh, wacht, ik kan wel. Maar is kaal, Utrecht. Ik zei, oh, ik heb hem nog wat te doen. Ik heb hem niet bijna wakker met die shit. Nee, maar we hadden beleid, we hadden afspraak met Hans. En dat is Hans. Dus, maar die kleding is wel gekomen op dat duur. Maar Hans, ik hoor een woord altijd. Dus. Ube awa afspraak dat ik in naam ga doen 50-50. Mooi hè? Mooi hè? Ja, maar je maakt niet wel even, maar dus. Dus ooit nog maar. Mooier dan is Victoria. Maar die wapen waren dat hij niet wijs kapot was gebaren. Dus die kleding is ook wel weer gekomen. Ja, ja. Ja, maar deze is het. Maar goed, ik heb het wel. Ik heb het niet betaald. En zo zie je na hoeveel jaren vandaag hebben we ontdekt dat Pijs Wabart weer had te boven. Ik wil even op inhaken. Okay. Want dat is een afspraak. Diamonds was geen vereniging. Het was een eigenaar en een werkgever. Dus ik had met de zanger een afspraak, oké, als wij inam krijgen, 50% gaat naar jou toe. Ja. En 50% naar mij toe, omdat ik de kosten moet dekken. Ja, ja. Maar ik kan me indenken dat het niet eerlijk is tegenover de muzikanten. Ja. Maar kijk, je hebt sierpaarden en je hebt werkpaarden. Zo moet je het zien. Het is zo verdeeld. De werkers hebben het niet gehad, maar het sierpaard werkt. Hans, kan jij je nog iets herinneren over Shahid, wat je zou denken met ons zou willen delen, dat de wereld ja, nog niet weet? Nou, wat ik kan delen is dat wij heel veel last hadden van dames. We hadden heel veel last van dames. Last van dames? Hoe... Ja, dames, die fans, die vrouwen. Maar kreeg je last van ze dan? Ja, ja, natuurlijk ja, kregen we last. Maar we moesten telkens naar huis. En we gingen naar huis, want we kwamen samen. En we gingen samen naar huis. Ja, ja? Hans, maar het, ja. Hans bleef nooit hangen. Hè? Hans nee. Bleef nooit hangen. Op de Lidagma, Paisa is afhankelijk, is dat wegwezen.
Nee, het zijn dames en dames kwamen met parfum, zakdoekjes en zo, weet je. Maar ja, je neemt het aan, maar je gooit het onderweg. Je kan niet mee naar huis komen. En dan heb je problemen. Yes, sir. Oh, dus ik kan niet zeggen dat Mavis een kast vol lief gehad met een parfum. Nee, Mavis mag het niet eens weten. dat zijn de leuke dingen, maar het is... Ja, heel mooi. Ja, ik ben blij dat Mavis dit allemaal weet. Maar ik denk dat ze dat ook al weten. De muziekwereld is toch zodanig dat de mooie jongens... kijk maar naar zijn foto daar. Het is een filmstaar, toch? Heel mooi dat te horen. Oké. Okay. Oké, en ja, Rinaldo. Ja. Wat heb jij met ons te delen? Wat heb je met Shade meegemaakt? Nou, elke oefening was anders. En altijd kwam hij met een fatu of dit of dat. En één keer vertelde hij over Tjaj. Van Tjaj had een synthesizer gekocht. En hij vroeg aan Tjaj van... Tjaj, bagi paniek geluid wa omeba. En toen... Ja, de voorband, nee, ik kan niet aan het zoi. Misschien een synthesizer. Maar meer kan niet met deze even dat. En laat Sahit het even vertellen. Dat is het leukste ding wat ik ooit heb gehoord van Sahit. Sahit, kan het even vertellen hoe dat precies ging? Aha, dus de oeman zijn heel raar om geluiden te maken. Om de raarste geluiden. हम चाच से बोली चाच बोली एमन से पानी के खाली धीचू जिकार चके हैं बोले काकर ये बोई गहर धीचे दैट वाज द माया दैट इज चाच द क्रॉप दी है यो बात रीचे टाइटल्स या वाज या ओके गेसेलिग मेंस ja, is er niet meer dan goed. Dat is een meeting. Ja, ik denk dat we allemaal zo een Hafiz kan ook hebben gekend. Hij had altijd van die opmerkingen, de rare opmerkingen en grappige momenten. Myron, ja, ik heb ook wel leuke momenten op het werkvloer gehad. En dat wil ik ook wel delen. Iedereen heeft het over muzikaal. En Shahid stond bij ons op werk. En het laatste tijd kende de hele school hem als Tjaj ook. En hij had de gave. Or uraha agi lagawe me chach agi lagawe me aur manai ke thandwa me okay sab diploma ra school oh ek chach bulao tu ha okay last period school me sab koi chach kar jana tha ma agi lagawe me aur thandwa me okay diploma ra and that denk ik dat leukste momenten zijn van ons waar iedereen toch wel leuke tijden mee heeft gehad en uiteraard kijk Omhans heeft net iets aangehaald en het is zo hij heeft een gave daar doe je niks aan alle vrouwen iedereen was aan hem gewend met hem. Ik bedoel, hij heeft de gave. Iedereen vond hem leuk. Iedereen was begaanbaar. En het is het manier hoe hij met mensen omgaat. En dat is wat hem heeft gemaakt. En hem ook maakt in het bijzonder met personeel. Of het nou een vrouw is, of het nou een meester was, of het nou een buschauffeur was. Dat is Tjaj. Dat is Shahid geweest. En hij kan zulke bijzondere opmerkingen maken. Dat is hij. Dat is een bijzonder gave die hij had. En hij zei bij dheer agi lagaiba of bujaiba daar. En daar kan hij, weet hij ook heel veel voorbeelden van. En dat maakt hem ook zo bijzonder. En dat wordt steeds ook aangehaald. Hij wordt heel erg gemist. En dit zijn die voorbeelden die ze aanhalen van... daar was hij master in. En daar genieten we ook in. En pakawe met de ostatraha. Har hapta, har weekend, kuch versin hoort raha pakawe kat. Har hapta koi een collega ke sapna mile ki oké, aaj lams banal tabian, dal bani, ego kusbanti banai. En uiteraard zijn favoriet werd als eerst gemaakt en dat is dal. Sapadua ke dekhat raha. Ha, to. Ohi raha. Ha, na, to bit, khai men bit tej vire li, bile jai ghare. Dus, dat waren de leuke momenten, beste Dinesh. Ja, zo zie ik maar. Heel veel mooie momenten, heel veel... hebben we meegemaakt met Shahid en Satis,
Wat heb jij met ons te delen? Wat ik met Shahid heb meegemaakt in Suriname. Je zou het misschien niet meer weten, Dinesh. Maar back to the 80s, Havana Lounge. Oh ja, daar zeg je wat. Had je het georganiseerd. Dinesh heeft een band in elkaar gezet. Ik was er, Sheriff was er. Meestal als we Shahid vroegen... Shahid, zou je zingen? Denk ik hoi. Dus ik zeg tegen Sheriff, wij moeten ons voorbereiden, blazers, we moeten weten wat we moeten spelen. Goed, Sheriff en ik zijn natuurlijk jaren op elkaar ingespeeld, dus we namen het even door, hebben we een lijst gemaakt wat ze hier zou zingen, was Back to the 80s. We begonnen met Oh My Love. We hebben Oh My Love gespeeld, Inaam, applaus. Repeat, Oh My Love, tweede keer, Inaam, afgelopen. Mensen gaan weg. Repeat. Eén nummer, Dines. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Is dat wat je eten? We play All My Love. Vijf jullie zien? Dines bedden. Ja, Dines bedden. Mami, dat heb ik mama met me eten. Toen was die anderhalf uur die we moesten vullen met al die nummers. Was klaar. Dat is het. Want dat heb ik met geen enkele zanger in de hele 40 jaar dat ik muziek maak ooit meegemaakt dat we één nummer hebben gespeeld en elke keer... Als het nummer werd gespeeld, kreeg je Inaam. En het publiek kreeg er maar geen genoeg van. Als hij niet had gezegd door de microfoon. Mensen, dankjewel. Maar ik heb ook andere nummers. Toch? Dan bleven we Oh My Love spelen. En dat is wel het mooiste. En dat had hij. Hij had een bepaald charisma op de bühne. Ook voor bruidspaartjes als hun openingsnummer. En Hans weet het. Bijvoorbeeld als Shahid er niet kon zijn, omdat hij naar een show moest naar Suriname. Dat die bruidspaartjes zeiden, ja, nee. We werden verzet. Dan verzetten we onze bruiloft. Shahid moet ons openingsnummer spelen. Zo vaak. Zingen. Ja. Dan omdat je hem zo vaak hebt meegenomen naar Suriname. Stond ik op de bühne zonder Shahid. En die mensen deden moeilijk. Die de band hadden ingehuurd. Ja, nou, ik ga Zakatori jammer. Hij is verantwoordelijk. Dus dat was echt een probleem. Mensen gingen een bruiloft verschuiven. Ja, dat weet ik. Want een groot icoon is hij. Ik kan me herinneren, elke keer als ik Shahid vroeg van datum, en hij zegt van, ik ga even met Hans checken. Het was altijd een probleem, want toevallig, we moesten vaak genoeg Suriname ook onze datum wijzigen, omdat de persoon die de band had gehuurd, of Shahid gaat dat weekend, die gewoon eiste van, nee, hij moet er zijn op het huwelijk. En zo kon hij ook niet vaker naar Suriname. Maar goed, dat van Oh My Love, wat ik weet, vanaf dag 1 dat ik hem vanaf 89 dat is een solo show in Suriname gedaan tot heden. Het kan niet voorkomen dat wij Shahid inplannen in een show en Oh My Love niet op het repertoire staat. Ik heb iets met hem meegemaakt. We zijn nu al een paar jaren samen in een troefkoolclub hier in Den Haag. We gaan elke week troefkollen. Ik haal hem op en tot 11 uur te troefkollen, maar de meeste dagen zijn we pas 3 uur in de ochtend thuis. Van het troefkollen. En op een gegeven moment zei Shahid van Apsi Haptab Hai Hampakabe. Ik ga koken. Dus ik, we hebben meesterkok bij ons daar. Rakes Jagarnad is onze kok. En zei van Rakes, zit ik er die doxwa? Shahid gaat koken aanstaande woensdag. We komen daar om 8 uur aan en normaal 10 uur willen we eten. Dus Shahid gaat in de keuken. Om 10 uur is hij nog steeds in de keuken. En ik zag Rakes zeggen van, ja, dit toch goswa chaukel. Believe it or not, 10 uur was hij nog bezig doksa te wassen. En Rakes kwam en volgde, bhai, ou dik toch, hoe kon ik hem doksa dhoe? Bole, u toch, bosroling dhoe, kan niet. Dus die man, doksa is rood, toch? Dus ik kwam in de keuken en zei, doksa helemaal wit. Moet ik kaken, nou, ik heb jij mooiste dhoe. 10 uur, amai was doksa eten. We hebben die dag pas om 1:30 doksa gegeten. Nou, Allah precies stuk voor stuk voor Allah Robo. Het was, we hebben heel veel leuke momenten ook binnen onze doksa club. En vooral de afgelopen 3 jaren heb ik heel veel nauw contact met Shahid. Wekelijks zijn we bij elkaar en we maken alle ups en downs mee. En dat is het is allemaal prettig dat we nu hier in zo'n gezelschap met hem zitten. Het nieuws heeft ons bereikt. We zijn natuurlijk allemaal verdrietig, maar Shahid. Wij weten dat
jij nog heel lang in ons midden zal zijn. En we bidden nog steeds met z'n allen dat jij nog heel lang in ons midden zal zijn. We zijn verrast door heel wat vrienden van jou die hier aanwezig zijn. Die ook een coupletje, een liedje voor je willen zingen. Die gaan we straks in de gelegenheid stellen. Ik zie dat Shekhar Kumar hier is aangekomen. Ik zie Shafiq Jahangir. Ik zie Madhul Al-Bahadur Singh, Mukesh Nand Kumar Singh. Er zijn een aantal artiesten die hier zijn gekomen. We hebben allemaal topmuzikanten hier. Dus wij hopen dat je straks ook even een half uurtje een beetje mag genieten van wat zij te presenteren hebben voor jou. Daarna gaan we gezamenlijk koken. Zijn favoriete kok, Rakes, heeft net voor hem gekookt en eten gebracht. Dus we gaan straks ook gezamenlijk met hem eten en gezellig nog tijd doorbrengen. Dus ik wil vanuit mijn kant in ieder geval Sharon bedanken voor het leidinggeven van vandaag deze discussie. En ook alle gasten die hier zijn, ook bedanken dat jullie in korte tijd bereid zijn geweest om hier te komen. En ook alle muzikanten en artiesten die hier zijn. We gaan gezamenlijk iets leuks hier opzetten, zo met die van Shahid. En natuurlijk kunnen hem een onvergetelijke middag bezorgen. Heeft net mogen genieten van de leuke anekdotes uit het leven van Shahid, gebracht door vrienden die jaren lief en leed met hem hebben gedeeld. Op deze zondag 7 maart waren er ook bekende zangers aanwezig die op hun manier Shahid hebben willen opvrolijken met zang en muziek. Hierbij ziet u wat beelden daarvan.
भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने सनम ढाए है सितम तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे इनायत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी नाम निकलेगा तेरा ही लब से जान जब इस दिल नादान से रुखसत होगी मेरे महबूब दोस्तों अजीजों शहीद मेरे भाई मेरा बहुत ही अजीज दोस्त बहुत दिनों से जानता हूँ मैं इसको स्टेबल लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है तो वही होता है ये जो है मेरे एक फैमिली की तरह है एक बहुत ही अच्छा खुई आर्टिस्ट बहुत ही है सबसे मिलजुल के रहने वाला दोस्तों क्या बताऊँ मैं मैंने अभी कहा कि जब जो उसको मंजूर होता है बस वही होता है और कुछ नहीं हो सकता क्या बोलूँ बहुत ही इसमें कुछ नहीं बोल सकता भाई वही मैं कहूँगा जो आप कह रहे हैं नहीं मत जाओ यार कुछ करो मेरे हाथ में नहीं है ये चीज़ें ना वही होता है जो मजबूर खुदा होता बस बोला नहीं अब जाना पड़ेगा बस मैं इतना ही कहूँगा आगे बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इतना अच्छा मेरा भाई की तरह था क्या बोलूँ मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे आपने सुना शहीद भाई बहुत अच्छा लगा आपको अल्लाह ताला आपको ताकत दे शुक्रिया भाई शुक्रिया सहने की सब कुछ थैंक यू Het volgende nummer, gezongen door Shafi en Madhu, heeft een speciale betekenis gehad in het leven van Shahid en Mefis. Hij zong dit lied op 30 april 1983 tijdens zijn eigen huwelijksreceptie voor zijn geliefde echtgenote Mefis Bersati. Een lied dat veel impact heeft gehad op deze middag en ook mooiste herinneringen naar boven bracht. Vooral bij Mefis, die een traantje moest wegpinken. मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम प्यार
भाई शहीद या भाई हम क्या करें भाई आपसे ये खुदा के हाथ में है और आपसे मैं यही कह सकता हूं कि खुदा से ये दुआ है कि आपको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए अगर वो वक्त आ गया तो जरूर और मैं ये भी कहना जरूरी कहता हूं कि जब मैं 15 साल का था तो मैं आपके गाना सुना था जो याद न जाए बीते दिनों का तो वो गाना सुन के मैं आपके फैन हो गया और आप मेरा फॉरबेल थे और मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ भी मिलकर कुछ गाने भी मिलकर गाए हैं कुछ शो में आपके साथ मिलकर गाए हैं यह नसीब हमें हुआ और आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है और आप भी एक बसकायद इंसान है और अरे आगे में भी आप ऐसे भी रहना और माधु के तो लाजवाब है हम क्या बोले इसके बाद जो मुझे बोलना था तो आप आपके मैं बोल चुका हूँ कि आपने अभी आओ नाम कमाएंगे और बढ़ते जाएंगे अरे मैं तो नहीं देख सकूंगा लेकिन आई बिलीव इन इट ओ माय लव से Hari Deva
Bhai Shahid, u bent de reden dat ik ooit ben begonnen met zingen. U bent mijn grote voorbeeld. Orham ek chit me bahut biswas rakhila ki bhagwan Allah kono kono insaan ka apan haath se banai ke phatawe dharti par met een missie. Jaise hai Rafi saab, Mukesh ji, Kishorda. In dat rijtje voor mij hoort u er ook bij. Shahid Waghid Hussain. Acha, bahut shukriya bhai. Aapke bahut bahut dhanyabaad, shukriya bhai. U bent de reden, u bent een icoon. U bent gewoon een icoon. Niemand gaat u ooit kunnen vergeten. Dat is gewoon een feit. En ik wil u alvast bedanken namens mezelf. Dat u zoveel moois heeft voor ons gedaan. Voor de Hindustaanse Surinaamse gemeenschap. Kiam Kaboli. Amar Dil Kali Rowehe. Aan de andere kant ben ik blij dat ik u heb mogen kennen. Sowieso. En de wonderen zijn de wereld niet uit. En daar hoop ik ook op. Bahut bahut dhanyabaad, shukriya Shahid bhai. Ja, maar alleen de eer komt niet naar mij toe. Ik wil iedereen bedanken die ook maar een beetje heeft bijgedragen aan mijn carrière. Chahe ko CD ki lees, chahe ko plaat ki lees raha. Daarmee help je ook iemands carrière op te bouwen. En dat waardeer ik ten zeerste. En chahe palwaar bhal, chahe vrienden, chahe kennissen, chahe fans. Zij hebben allemaal bijgedragen aan de opbouw van mijn carrière. Dus ja, misschien dat ik zo geliefd was. Hè? Misschien ligt het niet aan hoe ik zong, maar wel misschien van hoe ik tegenover de mensen ben geweest. Of ik goed heb gesproken, of ik me gedragen heb, of iets anders. Maar onthoud één ding. Je, niet persoonlijk, maar in het algemeen. John, respect die je inzaam kreeg, of je respect terug bij je. Of misschien wel meer. Dank u wel. U ziet dat zoveel liefde. Dank je wel, Mukesh. En Shahid, je ziet het, al je vrienden. Ja. Collega's. Ja. Eerbetoon. En ik weet niet, het kriebelt. Ik zie dat het ook een beetje kriebelt bij jou. Het begint een beetje te kriebelen. Dus ik wil, Jimmy. Jimmy, even kort zo nauw te gaan geven. Even kort zo nauw te gaan geven. लग जाए किसी की राहों में छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में तू खो न जा नजर न लग जाए किसी की राहों में
छू रही है पुलियों तुझे जैसे हो विनय भी तुझसे प्यार ये हो ना जा So. Kou, hè? Dames en heren, u ziet het. Old soldiers zeggen ze never dies. Hè? Dit is een ware voorbeeld. Daarom aan de familie, vrienden allemaal, die hier zitten, die hier zijn, mag ik een daverend applaus voor onze enige echte Shahid Waqid Hussein. Dank u wel. Dank u wel. हम नहीं तोड़ेंगे
तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम कभी तो ना छोड़ेंगे, नहीं कभी ना। Shahid, wij, vrienden van jou, hebben vandaag gemeend om jou een leuke middag te bezorgen. En ik hoop dat je hebt genoten van deze middag. En dat je een fijne tijd hebt meegemaakt tussen al je oud-collega's, mensen met wie je jaren muziek hebt gemaakt. En we wensen je nog heel veel kracht. En je weet het, we nemen geen afscheid van jou, hè. Je blijft nog heel lang in ons midden. Wat zeggen jongens? Hij blijft nog heel lang in ons midden. Dus. Ik wil ook heel lang blijven tussen jullie. En midden jullie. En ik wil weer zingen. Maar Tala Bhagwan ke haat mein hai. Alleen bij wonder kan er iets gebeuren. En anders ik heb geen woorden door. Maar ik heb het al een plek gegeven. Dat er een einde zal komen. Op welke wijze, dat weet ik niet. Maar kijk, en als ik door blijf leven, ja, dat is dan meegenomen. Maar Sahid zal nooit meer de oude worden, weet je. En daar ben ik bang voor. Ook al zal ik door blijven leven, mijn stem is, ik kan niet meer zingen. Dus ook al blijf ik leven, het heeft geen zin. Nee, het zal het altijd zin hebben, hoor. Je leeft dan voor ons, je leeft voor je familie, voor de kinderen. Ja, dus ja. Wil je nog zo heel lang mogelijk in ons midden hebben. Ja. Dus maar heel veel kracht. En we gaan je nog vaker ontmoeten en vaker zien. Dames en heren, Shahid Waghit Hussein. Dank je wel. Wat bent u aan het eten? Wel, het lijkt op lam, zaal, toro en bhaat. Is toch lekker? Ja, het is ook lekker, ja. Weet u wie het gekocht heeft? Ik denk dat het is. Helemaal goed. Ja, maar het is een kindje. Okay.
जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में राख के ढेर में शोला है न चिंगारी अब ना हो प्यार ना उस प्यार की यादें बाकी आगे यूं दिल में लगे कुछ न रहा कुछ न बचा जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो मैं वो दिलदार जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है राख बर्बाद की बचा रखी है बार बार इसको जो छेड़ा बेस्ट कैकर्स मग इक यू अल्ले नामंस मेफिस बरसाती एंड हर फीर ज़ोने फराज रियाज शकील एंड शफी वागित हुसैन फन हार्टे डंके फॉर अल्ले स्टेन बेटुइगिंगे Uw liefde en mooie woorden voor Shahid hebben extra kracht gegeven om deze zware dagen te doorstaan. Vergeten zullen wij nooit. Shahid zal voor eeuwig in onze harten voortbestaan. Pehle zameen perehdatha, ab ambar ka bashinda hai. Pehle zameen perehdatha, ab ambar ka bashinda hai. Maut usse kya marega? Shahid hamare dilon mein zinda hai. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों
यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सौ बार शुक्रिया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सौ बार शुक्रिया सौ बार शुक्रिया सौ बार शुक्रिया रे सौ बार ना पाओगे हाँ तुम मुझे बुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुना Dames en heren, Shahid Waghit Hussein. Dank u wel. Ik wil jullie allemaal, Nadim Hamzabke Namna Janila Bhai, maar iedereen die daar staat, zien, Hein, Tereske Namon, Arnon, Tertekies, Nitis, Amelius, bij Myron John Hoan zegt me burhau bolawe hier die hem soetila met name mijn vrouw die mij door dik na bol pijlet die mij door dik en dun heeft doorheen geholpen. En mijn zoons allemaal, hier zitten er twee, maar ik heb nog twee. En jongens, Jimmy. Bhai Shikhar, Romeo heeft hij, na Meo. Romeo toch? Helemaal, ja, Romeo. En Rahit. En hier is Muka, bij Shafi. En Shatisp. En Ronaldo en Jimmy, jullie worden deel ke gehraai se hum aap log ke shukur guzaar hoon dat jullie hebben gemusiceerd voor mij, toch een beetje vrolijkheid gebracht. En met name vooral Dines. Dines is de headman van deze organisatie en samen met hem is ook Anand Moolchand die samen met Dines ook mee heeft geholpen en iedereen van harte bedankt. Dat was het, dank u. मेरे हाथों में तेरा चेहरा था
Wegwezen. संग तुम भी गुनगुना